President Chandrika Prasad Santokhi en premier Keith Rowley van Trinidad en Tobago willen de strategische samenwerking tussen de twee landen gaan intensiveren. Dit kwam naar voren tijdens een bilateraal gesprek tussen de twee leiders in de Office of the Prime Minister in Port of Spain tijdens de 45ste CARICOM staatshoofdenvergadering. Om de samenwerking aan te sturen is er door beide landen een Memorandum of Understanding getekend. Binnenkort zal Suriname als gastheer optreden voor een ontmoeting tussen Suriname, Guyana en Trinidad en Tobago, waar er gestalte gegeven zal worden aan de strategische samenwerking tussen de landen. Tijdens de 45ste CARICOM staatshoofdenconferentie heeft president Santokhi ook voorgesteld om een gezamenlijke taskforce in te stellen in de strijd tegen illegale drugshandel en georganiseerde misdaad in de Caribische regio. Die oproep deed hij aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken. Er zijn inmiddels concrete stappen genomen om vuurwapengeweld in de regio aan te pakken. Op het gebied van het bestrijden van de georganiseerde misdaad en drugscriminaliteit is de operationele samenwerking met instituten en veiligheidsdiensten in de verschillende landen van eminent belang door het uitwisselen van informatie. De Amerikaanse bewindsman gaf aan dat de VS aandacht heeft voor de regionale uitdagingen en alles in het werk stelt om die adequaat aan te pakken.